Hey, kan je? Ook een goedemorgen nog. Ja, het is 11:45, dus het is nog steeds goedemorgen. Ja, wat jullie. Ja. Ja, lieve vrienden, ik wens jullie als eerste een prachtige, gezellige welkom toe bij deze nieuwe vlog. Ja, vandaag krijgen jullie, tenminste ik zal vandaag de terugreis van gisteren erin zetten. En misschien kom ik ook aan deze toe om die erin te zetten in de videopad. Dat weet ik allemaal niet, want ook natuurlijk Astrid die komt. En ik moet nog eventjes weg. Ja, ik moet nog even weer wat halen. Dus ja, ik hoop dat het allemaal lukken gaat. Het is vandaag de 20ste. Het is inderdaad 11:45. Dus ja, nog genoeg te doen. Maar ik wens jullie ook een hele fijne zonnige dag nog toe. En doe wat jullie doen moeten of doen willen. En geniet van alles. Ik zou zeggen tot later. En mijn kereltje ligt weer heerlijk onder de bureau van mij. Ja, en dan krijgt hij mooi wat frisse lucht over de vloer heen. De deur staat namelijk open en het is prachtig mooi weer. Ja, ik zal ook even mijn stok pakken. Dan loop ik mijn saapjes even naar buiten. Mijn stok hangt hier ook. Dus ja, zonder stok ben ik niks. Zo. Hé kerel. Ga ik er even buiten in man. Ja. Want je moet ook weer opruimen zie ik, hè. Ga weer een vliegtuig door de lucht. Nou, gisteren genoeg gezien. Ik hoor een helikopter. Maar ik zie nog niks. Komt vanaf zee, vanaf de booreilanden. Dat zijn 9 van 10 keer helikopters die overgaat van offshore. Ja, rood en blauw. En dan is het even afwachten totdat je zoiets spot. Haal je er verder nog een vliegtuig? Nou. En daar een dikke meeuw. Poshi. Nou. Het is lang hoor. Ik heb wel een feest dat ze boven zee bezig zijn als je het zo behoort. Zoveel lawaai. Daar. Ik denk dat ze boven zee hangen. Met zoveel lawaai te brullen. Ik zie niks, je hoort alleen nog wat. Je hebt ook wel eens als ze aan het oefenen zijn. Als ze dus aan het oefenen zijn, dat ze dan boven de daken net boven eruit komen. En dan duiken ze weer met een noktgang naar beneden. Dat is dan wel een gaaf gezicht, maar je moet van tevoren eigenlijk weten dat ze gaan oefenen. Dan kan ik eens een keer gaan kijken met jullie. Ja. Maar ik weet het nou niet, hè. Dat vertellen ze je niet van tevoren. Helaas niet.
hoort alleen. Je ziet niks. Nou ja, jammer dan, hè? Ik wil het stok niet in de tuin hebben. Dat vind ik dan zo jammer. Dat je dat nou net niet ziet. Dan kun je wel zeggen, stiefel naar boven. Maar dat zie je boven dan ook niet. Zit dus te laag. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga weer naar binnen. Want ik ben met jullie bezig om in de videopad te krijgen. Dus, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ik hoor hem wel weer. Maar, waar is hij? Maar waar. Je hoort een hoop, maar je ziet niks. Dan ben ik nieuwsgierig, hè? Ik wil dat weten. Ik denk toch echt wel dat ze boven zee bezig zijn. Nou, en dan komt Astrid en dan kan je niet weg. Anders had ik wel even die kant opgevlogen met jullie. Maar ja. Kom daar vandaan. Het geluid. Ja, dat zie je niet. Jammer is dat, hè? Heel jammer. Zien jullie wat? Zie ik wat. Er komt wel wat aan voor, hè? Kijk, 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 kijk. Achter de daken. Ik hoop dat jullie het zagen. Ze zijn dus boven zee bezig. Kan niet missen. Ik hoop dat jullie het zagen. Nou, en dat gebeurt dus hier al, hè? Ja. Ik hoop dat jullie het gezien hebben. Ik zal het zelf pas kunnen zien als ik het op mijn computer heb. Ik vind het zelf, vind ik het altijd geweldig om dat te zien. Zodra wij hier ook weer een vliegshow hebben, gaan we daar naartoe. Ja. Ga ik dat allemaal mooi vloggen. Want dat is grandioos, vliegshow. En dan ben ik gewoon voor de partij. Ja, en jullie mee. Dus ik ga nou even verder met jullie op de pc. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. Het is alweer lang en breed avond. Het is bijna 20:15 op 1:00. Ik weet niet hoe laat het exact is. Ik zal even kijken op mijn horloge. Ja, 20:43. Dus ja, Astrid die is natuurlijk al lang alweer en breed weg.
We hadden vanavond een stampot gesmoord andijvie met spekjes erdoorheen. En een lekker speklapje erbij. En ja, het is, het wordt al schemerig hè, in huis. Ik heb zelf, had ik gisteren soep gemaakt, dus ook dat weten jullie. En ik heb, ik had nog zin in een kopje soep, want we hadden heel vroeg gegeten. En dat ik er nou nog een kopje soep staan. Ik ga een lichtje erbij aandoen, zo hebben we wat meer zicht. Daar staat mijn soepie. Ik hoop dat jullie het zagen en ik heb de televisie aan natuurlijk op The Voice of Kids. Ze zijn aan het battelen, dus dat wil ik dolgraag zien. En ik wens jullie gelijk allemaal een hele, hele, hele fijne avond. En ik zou zeggen, ook morgen gezond weer op. En een gezegende avond, een gezegende nacht. En ja, tot aan de andere kant van de nacht.